Hartelijk goedemiddag, live video Kamphuis Makelaars. Vandaag sta ik aan de Condor, het huisnummer is 31. En dit is werkelijk een fantastische plek. Achterzijde vrij, voorzijde vrij, rustig, heerlijk veel ruimte. En dat aan de rand van de Windmolenbroek. Een prachtige plek en ik nodig van harte uit om mee te gaan kijken. Met heel veel liefde, jaren bewoond. Maar de eigenaresse heeft plannen en heeft ons gevraagd de verkoop op te starten. En dan weet je het, dan begin ik met een live video om je gelijk maar eens een beeld te geven van hetgeen je kan verwachten als je met mij, met Paul of met Sander komt kijken. Super gave plek. Daar de rust en de vrijheid, eventueel voor de kinderen om te spelen. Nou ja, en dan draai ik de camera naar de achterzijde. Tja. Hij loopt mooi breed weg hierachter. Zitten de moestuintjes, daarachter het groene buitengebied en uiteindelijk, helemaal doorlopend, kom je bij het kanaal uit. Ik ga het je zo meteen laten zien, maar eerst maar eens even naar boven. Ik heb de woning aangemeld, hij staat op Funda. Platte gronden, foto's zijn toegevoegd. En deze video die ik nu live via Facebook stream, ga ik er natuurlijk bij opzetten voor je. Zodat je die in alle rust nog eens een paar keer terug kan kijken. Via de tweede vaste trap kom ik op zolder. Je hebt het buiten al even gezien, hè? De Condor, lage kap, bergruimte hier op zolder. Met de wasmachine en de droger. En gewoon echt als zolder, hè? Zoals je ziet. Met daar de natte groepen. En kom je nou een keer met mij, met Paul of met Sander kijken. Ja, dan gaan we je alles vertellen over de bouwjaren, wanneer dingen vervangen zijn, gemaakt zijn. Maar je weet het, de video is alleen maar om je een eerste indruk te geven. De douche, die zit hier. Keurig netjes, hier met de douchehoek. En daar met het toilet. En dan drie prima kamers. Dit is slaapkamer 1. Op de achterzijde van je nieuwe huis. En dan kan ik je direct even naar buiten laten spieken. Dat is toch fantastisch, zo'n achterbuurman. De vaste kasten hier in deze kamer laat ik nu even dicht. En twee kamers aan de voorzijde, dit is kamer 1. En als het criterium bed, kast, bureau is, zoals je dat vaker van ons gehoord hebt, dan is daar dus ruimte te over. En dit is de tweede kamer, aan de voorzijde van je nieuwe huis. Keurig veel ruimte dus. Ja, en dan de tuin, hè. Op weg naar de tuin. Een van de absolute kernkwaliteiten van dit huis. Toilet. Dat zit hier. Keurig netjes voorzien. Dan kun je natuurlijk je eigen wens in de jaar gaan geven, maar ja, dat hoeft niet. En hier de L-vorm. Mooi die grote schuifpui ook, hè. Daardoor heel veel licht. En daardoor ook heel veel zicht naar buiten. En dan de doorsteek van de keuken. En dan kom je zo langzaam maar zeker in de aanbouw. De keuken zit alles op aan en in. En voor nu laat ik de kasten even dicht. Maar kom je met ons kijken, gaan die natuurlijk voor je open. Berging. De deur naar de carport. Het is meer bijkeuken, hè, zoals je wil. En dan hier serre, tuinkamer, tienerkamer, hangkamer, relaxkamer. Hoe dan ook, het is een prachtige ruimte. Direct aan je tuin. Met ook hier een schuifpui. Aan het laatste graad als je 's avonds zit, dat het goed toef is. En als je dan toch nog wat opener, heb je hier mooi die overkapping. Direct aan de schuifpui. Ja, dan zit je zo. Ja, beter wordt het niet. Je ziet als een taartpunt loopt hij helemaal breed weg. Nou, mooi zonneterras. Helemaal privé.
door, kijk naar de oude bomen. En dit is de achterzijde van je nieuwe huis. Rust en ruimte, zalig. En zeker op zo'n dag als vandaag. Dus dan hier dit terras. Even van de rust mag genieten. En dit is je uitzicht. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt, zo mag het wel voor mij. Zoals gezegd, hij staat op Funda. Van harte uitgenodigd om bij ons te komen kijken. Met heel veel liefde leiden we hier rond. En als je denkt, ja, Thijs, leuk, maar mijn eigen huis dan? Hoe gaan we daarmee om? Ja, zoals zo vaak benoemd. Erg graag komen Paul, Sander of ik vrijblijvend bij je thuis. Om daar wat van te vinden. En wie weet, maak ik volgende week wel een video bij jou. Voor nu een laatste blik via de eethoek de woonkamer in. Met het uitzicht aan de voorzijde. En rest mij je nogmaals van harte uit te nodigen hier te komen kijken. En het is een hele toffe dag. Heel graag tot ziens hier. En anders bij de live video van volgende week. Ik wens je een leuke dag.